Music Bed. We zijn vandaag weer met onze fantastische T-Fort op weg in Nederland op zoek naar oud goud. En we hebben het gevonden. Puur goud. Hij is kunstenaar, hij is een levensgenieter en hij brengt gigantisch veel kleur in het leven. Niet alleen zijn eigen leven, maar in het leven van vele mensen om hem heen. Ton Schulten. Hi Ton. Hallo. Wat superleuk dat je met ons wil meerijden vandaag. Wat superleuk dat ik met zo'n charmante en lieve vrouw samen maar een ritje mag maken. En daar ben ik geboren, die bakkerszaak. Dat is mijn geboortehuis. Geboortehuis, ja. Wauw. En is al... Was dat toen ook al een bakkerij? Ja, is al 120 jaar in de familie. En wat kan je herinneren van dit huis? Had je toen al het idee, ik ga schilder worden? Of wat, toen, hoe was dat? Ja, dat groeit. Hè. Ik heb altijd graag willen schilderen, maar... Ik wilde naar de academie en wilde monumentale vrije kunst gaan doen. Ja. Maar mijn ouders hebben dat tegengehouden. Ze wilden dat ik een beetje brood ging verdienen. Ze dachten, kunst valt niks te verdienen. Brood verdienen, ja. En ik heb 6 jaar de academie gedaan, grafische vormgeving. Maar hier allemaal is het begonnen? Daar is begonnen, ja. Daar is begonnen. Schilderen is mijn levensadem. Ja. Dus ik kan niet zonder. We zijn nu in het hartje van mijn hobby. Ja. Het museum, ja. Het hart van je hobby. Wat is voor jou nou het mooiste? Dat is het, die. Ja. Heel mooi. Koningsblauw zit iets paars in, hè? Ja. Het is brand iets. Ton, je weet ook hoe het is om eigenlijk helemaal letterlijk en figuurlijk verlamd te zijn. Ja. Jullie hebben een heel ernstig ongeluk meegemaakt. Het was een zwarte dag in ons leven. Hmm. We zijn van achteren ingereden. Ja. Door mensen, jongelui, die kwamen uit de disco en die hadden gedronken. Ja. Die zijn nog gevlucht. Ja. We zijn daar de hand teruggegaan naar Tel Aviv. Ik wilde graag een keer terug, ik niet. Nee. Maar, en toen hebben we vergeving geschonken en gezegd, jongens, jullie moeten verder met leven. En we lieten de foto's zien van een vriend die verongelukt is. Ja. Die lag met dat ongeluk op straat. Lang uit op straat. Zijn ogen waren helemaal staar. Ik denk, die is dood. Aankerhaard, had er bijna geen haar meer. Heel bloed. Ik denk, die is ook dood. En toen ben ik ook in elkaar gezakt. Toen heb ik een enorm wonderbaarlijk leven meegemaakt. Ik heb aan de andere kant van over de horizon gekeken. Ja, dat is heel bijzonder. Heel mooi. Zonder zorgen. Heel kleurrijk. Als ik in de wijk kwam, zag ik dat ziekenhuis. Want ik lag in het ziekenhuis ten liefde een week lang. Op de intensive care en keek ik naar het plafond en het was wit. Dan dacht ik, hier moet kleur komen. Hè? Mm. En dan was ik weer een schilder. Yeah. Ja, het was een hele bijzondere ervaring. Yeah. Het heeft mijn leven volledig veranderd. Ook het denken. Yeah. Ja. Op wat voor manier? Relativeert alles veel meer. Hè? Het is, ik maak me nergens echt druk om. Ton, je hebt ook dat moment gemaakt dat je dus in dat ziekenhuis lag. Dat je lichaam dat niks meer echt werkte zoals het werkte. Hoe ging je daarmee om? Als ik een molshoop zag, denk ik, hoe kom ik er omheen? Kom niets. Nee. Mijn eerste schilderij wat ik gemaakt heb, dat weet ik toch goed. Elke dag 10 minuten, 5 minuten, 15 minuten, 20 minuten. Dat was max. Ja, langer kon niet. En dat was de autobahn in Tenerife die ik geschilderd heb. Het autobaan, het kruis, het groen van het leven en de dood, hè? Ja. Dat is, heel veel spanningsveld had ik toen, want ik denk, kan ik het nog of kan ik niks meer, hè? Ja. En van lieverlee, dan merk je toch dat je de kans krijgt om weer dingen op te pakken in je leven. Ja. En dat is gelukt. Ja. Maar wat mooi, want jij zag, toen je daar lag in het ziekenhuis, heel veel kleur, je zegt mensen zien licht, maar jij zag heel veel kleur. Kleur, ja, licht en kleur. Ja. Ja, en ik schilder er nog van, ik ben ook heel kleurrijk gaan schilderen na die tijd. Ja. Ja. Mijn bedoel, we hebben allemaal een boodschap eigenlijk. Wat? Mijn boodschap is het licht naar de dood, wat wij te zien krijgen. Ik heb het werk nog lang niet af.
En ik heb mezelf afgevraagd, lieve God, waarom is mijn vriend overleden? Ik niet. Ik heb het antwoord gekregen. Ik heb nog zoveel succes en zoveel mooie dingen gedaan, ook voor mensen om me heen. Ja. Dat moest allemaal nog gebeuren. Ja. Dat antwoord heb ik na 20 jaar dat ik het ongeluk gehad heb, ervaren. In 1991 heb ik het ernstig ongeluk gehad. Ja. Ja. Het was heel bijzonder. Ja. Music Bed. Je wilde vroeger als klein jongetje wou je priester worden. Nou, dat is niet gelukt. Je hebt een fantastische vrouw. Fantastisch veel gedaan. Schilder, kunstenaar geworden. Maar toch heb je iets weg van een priester. Ik wil graag anderen ook laten delen in wat ik ervaar en hoe ik leef. En in mijn werk komt het ook tot uiting. En ik kom mensen tegen soms in het museum en ik ken ze normaal niet, omhelzen, we geven een kus. Ik zeg, wat krijgen we nou dan? En dan ja, en dan zeggen ze zo ontroerd en beginnen ze zo te huilen. Ja. Dat is toch leuk? Ik ben dankbaar dat ik oud mag worden. Ik ben er heel dankbaar voor. En die oude dag, je hebt wat problemen, je kunt alles minder snel. Ja. Maar voor mensen geldt ook, doe iets, wat je ook doet, waar je een beetje plezier in hebt. Ja. Dat maakt het leven leuk.